De jongen werd Noël genoemd. Dat betekent zoon van de zon. Bij zijn geboorte kreeg hij zonder duidelijke bedoeling een zeer bijzonder geschenk van moeder aarde. Zij gaf hem het eeuwige leven. Daarna werd hij aan zijn lot overgelaten. Alles verandert. Als er verbeteringen komen, is dat plezierig. Gaan de zaken slechter, dan is dat vervelend. Voor Noël blijft het allemaal hetzelfde. Hij heeft al zoveel veranderingen meegemaakt. Alleen met zijn hond en zijn kraai trekt Noël door de wereld. Want ooit heeft hij met grote verbazing ontdekt dat hij alsmaar bleef leven. Toen is hij op zoek gegaan. Eeuwenlang heeft hij rondgezworven, zonder ooit een stap verder te komen. Daardoor is zijn onsterfelijkheid een zware last voor hem geworden. Een last die hem eenzaam maakt en berustend. Je zou hem met een boom kunnen vergelijken. Een boom die de wind door zijn takken laat waaien, zonder zich af te vragen of dit nu goed of slecht voor hem is. Een boom die toch niet kan vluchten voor de wind. Vroeger wilde Noël een reden voor zijn onsterfelijkheid vinden. Nu is hij alleen nog maar op zoek naar vrienden. Naar vrienden met wie hij zijn problemen kan delen. Een paar vrienden heeft hij ook wel gevonden. De sneeuwkoningin raakte met hem bevriend. De wandelende jood, de dwergen, de elfen. Dat waren zijn vrienden.